De olie- en gassector in Suriname behoeft goed opgeleide werkers met de nodige bagage van zowel praktijk en theoretische kennis. Daarom is het project Oplevering van Praktijklokalen Natin in het leven geroepen. De oplevering van de nieuwe praktijklokalen vond vanmorgen plaats op het Natin-complex aan de Jagannath Lajpmanstraat. Deze drie lokalen voor elektrische, mechanische en procestechniek met bijbehorend apparatuur zijn een schenking van staatsoliepartners Shell, APA, Total Energies, ExxonMobil en Chevron. De leslokalen bezitten apparatuur met een waarde van meer dan 150.000 Amerikaanse dollar. Directeur Iwan Ganga zegt dat de nieuwe praktijklokalen zullen bijdragen aan beter opgeleide praktijkburgers voor de olie- en gassector. Door praktijkgericht onderwijs te bieden, zal de groei en innovatie in de olie- en gassector gestimuleerd worden. The oil and gas sector in Suriname is in a lift now. And we will certainly need skilled workers, engineers, professionals. And with this development, with the help of the oil companies, the big companies, we will help to fulfill these demands from the society and from the community and from the big companies who are going to work in the oil and gas sector in Suriname. It's an honor to do that because now we can provide the oil and gas companies with our own professionals, with our own Surinamese professionals who have studies, who have studied here in Suriname itself. Natin has provided and will always provide these skilled professionals. Susanna Verveer, onderdirecteur beroepsonderwijs Natin, zei dat deze lokalen behouden moeten worden, zodat leerlingen daar nog lang gebruik van kunnen maken. Vanuit de schoolleiding moet hiervoor goed beleid voor behoud en onderhoud gemaakt worden. En aan meneer Ganga wil ik vragen om alles in het werk te stellen om een zodanige beheerstructuur in orde te maken dat de kwaliteit en de veiligheid, ook onderhoud van die praktijkruimtes, gegarandeerd is. Want hiermee is dus een verdere stap gezet om studentvriendelijk onderwijs te leveren en ook kwaliteits, studenten die voldoen aan de normen aan te leveren in het bedrijfsleven. De school kan op verdere steun rekenen daar het ministerie van Onderwijs een proactieve rol speelt bij het bevorderen en ondersteunen van innovatieve initiatieven en projecten die de samenleving ten goede komen. Op die manier kunnen de uitdagingen van de toekomst met succes worden aangegaan en kunnen positieve veranderingen in de maatschappij worden bewerkstelligd, besluit Verveer.